nog wat tijd voor turf in je ranstoel? Zennenblokken op zolder moet je hebben. Nou, soldaat hebben ze me gemaakt. Nou kan je gerust je hoofd neerleggen. Maar niet op mijn verantwoording. Soldaat, ze hebben wat aan me. Als kind was ik al doodsparend van vuurwerk. Als ik een geweer zie, dan krijg ik al de stuiven. Als ze mij meenemen in de oorlog, kan ze gerust voor elke kanonschot het gouden broek voor me meebrengen. Ik begrijp het niet. In mijn burgerstand ben ik met klaverjas en een reuze bemazzeld. In dienst ben ik het klemiel. Altijd heb ik het gedaan. Altijd is het achterribben, achterribben, achterribben. Als ik er helemaal niet bij ben geweest, dan krijg ik nog de schuld. Dat is al begonnen toen ik in dienst kwam. Zo kom ik op rol, moet ik op rol komen. Hoe heet je? Hij heeft gezegd achterribben. Waar woon je? In Amsterdam. In welke straat? Heb ik gezegd op Uilenburg. Zegt hij, wat is je beroep? Heb ik gezegd handelsman. Zegt hij, wat handel je dan? Heb ik gezegd Lorre de Belen. Wat denk je dat de goochel me dan maar vraagt? Wat is je geloof? Heb ik gezegd streng katholiek. Toen moest ik gekeurd worden. Nou, ik weet niet of je gedienst hebt, maar in dienst word je met 10 man tegelijk gekeurd. In de roes. Hebben ze mijn moeder naakt uit laten kleden. Heb ik gestaan tussen 10 van die boerenkaffers in hetzelfde kostuum. Heb die dokter me allemaal kunstjes laten maken. Heb die me voorover laten buigen, achterover laten buigen. Heb ik gezegd, dokter, u gelooft toch niet dat ik acrobaat geweest ben? Waar die me nou voor op mijn hand heeft laten blazen, weet ik niet. Zegt hij, je bent goedgekeurd. Zegt nee, dokter, neemt u me niet kwalijk, maar ik heb een reden om afgekeurd te worden. Toen zegt hij, wat markeer je dan? Heb ik gezegd, ik kan geen trappen klimmen. Zegt hij, maak je me niet bezorgd, want we vechten gelijk vloer. Toen heb ik geprobeerd om af te laten keuren omdat hij 10 komt. Heeft hij me een reuze even op mijn ogen gehouden. Heb ik gezegd, als je die niet 10 kan, dan moet je steken blind wezen. Heeft hij allemaal dingetjes met me gemaakt. Heeft hij ineens op de kop gezet, en heeft ze zus, en heeft ze zo. En ik heb hem gezegd, ik kan niet 10. Maar toen is hij wel beginnen te smijgelen en toen ben ik erin getippeld. Toen zegt hij, achterhebben, ik geloof werkelijk dat je kan niet zien. Ik zeg, nee dokter, gelooft u me maar, want ziet u nou op het hoekje van die kast die vliegt zitten, die kan ik dan niet zien. Nou, toen zat ik erin met allemaal gochten. Toen zegt hij, ga maar met de verzand mee. Ik ga met de verzand mee en dan komen we in een hele grote zaal. Er stonden allemaal reuze kuipen met water. Wat heb ik wel gedacht? Ik kom bij de marine. Hebben ze me gestopt en gewassen en geboend en wat geeft het? Niks. Het is een jaar geleden en mijn voeten zijn we net zo zwaar. Op de heuvel zijn we geweest. Zijn we ingekwartierd geworden. Oh, wat een gemene kerel was dat. Hebben we s'avonds dan nog gevraagd wanneer we kunnen slapen. Heb je gezegd, leg je een kussen. Leg je een laken. Leg je een bed. Hebben we zo op de kale grond om te slapen. De volgende dag is hij in de kamer gekomen met zijn hand op zijn neus. Had je gezegd, we hebben je bedden goed op een hoop gelegd. Oh, neemt u me niet kwalijk, dan komt het regiment dan. Ik wil het even stellen weer, zomaar ik ga maar verder.